Hoi, ik ben Esther en ik werk als verpleegkundige op de medische dienst van DEI. De zorg in detentie, die doe ik samen. Die doe ik samen met de huisarts, de psychiater, de psycholoog, de tandarts en de fysiotherapeut. Bij binnenkomst krijgen alle gedetineerden een medische intake waarin hun gezondheid of de medische klachten besproken worden. Hier op de medische dienst leveren we de algemene basiszorg. We leveren medicatie, we hebben extra aandacht voor ziektes zoals suikerziekte, astma, COPD, voor verslavingsproblematiek en we bieden ondersteuning voor mensen met een lichtverstandelijke beperking. Voor dingen die we niet kunnen, zoals bijvoorbeeld een operatie of een consult bij de specialist, verwijzen we door naar het ziekenhuis bij ons in de buurt. Justitiabelen moeten natuurlijk ook wel eens naar de tandarts. Hiervoor heeft DEI 3 tandartsbussen die de inrichtingen in Nederland bezoeken. Bij de mondzorg kun je denken aan acute pijnklachten, vullen van gaatjes, kiezen en het repareren van protheses. En behalve lichamelijke zorg hebben we binnen DEI ook veel aandacht voor psychiatrische en psychologische behandelingen. En waarom doen we nou dit alles? Dit doen we omdat we willen voorkomen dat mensen terugvallen in hun criminele gedrag. En dat ze een betere kans in de maatschappij krijgen. Hoi. Hoi, ik wilde even de medicatie naar de afdeling brengen. Oké, prima.